met Zingen in de Zomerjournaal. Met vandaag een terugblik van Zingen in de Lente. Reacties van enkele medewerkers, reacties van enkele bezoekers en een vooruitblik op het programma. Op woensdagavond 9 april vond in de Bethelkerk het Zingen in de Lente plaats. Na afloop vroegen wij aan de cameraman Jan Pasterkamp wat hij van de avond vond en of de opnames gelukt waren. We spreken hier met de filmman aan het eind van Zingen in de Lente. Jan, wat vond je van vanavond? Ik vond het een geweldige avond. Prachtig, zalig, is ook geweldig. Gesproken door zijn nog erg goed. Zijn de opnames gelukt? De opnames zijn allemaal gelukt. Perfect, prachtige opnames. We zullen daar gaan. Ja, goed bruikbaar. Zie je allemaal terug op de site. Dankjewel, Jan. Bij de avonden van Zingen in de Zomer, of in dit geval Zingen in de Lente, komen de bezoekers uit het hele land. Tijdens het koffiedrinken na afloop spraken we met enkelen van hen. We zitten hier in een gezellige kamer nog wat na te praten over deze Zingen in de Lente. En wie hebben we hier in beeld? Wie hebben we nu? Nou, dit is Leni. En waar komt Leni weg? Ik kom van Balk. Van Balk. En wat van Leni van deze avond? Nou, ik vond het leuk. Mijn vrouw, hè? Ik heb ervan genoten. Het was leuk, lekker meezingen en de mensen die zongen waren leuk. En kom je van de zomer terug? Hier tuurlijk. Kantoor. Ja, zeker. Ja. Ben je er al vaker geweest? Nee. Dit was de eerste keer? Ja. Nou, tot van de zomer. Ja, tot van de zomer dan. Hier in de gezellige kamer komen we een goede vriendin en ze hebben de wind, van mijn vader tegen. Ja. Goedenavond. Hoe vond u deze avond? Het was een schitterende avond. Een prachtig begin van de zingen. Wat is nou het geheim van Zingen in de Zomer of Zingen in de Lente? Ik denk dat het is de hoeveelheid mensen zo door de week zagen. Ja, dat denk ik. En hoe kunt u nou verklaren dat ze uit heel Nederland hier naartoe komen voor zulke avonden? Dat kan ik moeilijk verklaren, maar ik denk inderdaad het enthousiasme. Het enthousiasme. En de hoeveelheid mensen, de grote hoeveelheid mensen ook die hier naartoe komen. Dat bindt ook, denk ik. Het trekt toch aan het volle kerk. Het zingt toch lekkerder dan een kerk. Tot van de zomer. Tot van de zomer. Tot ziens. Na afloop kwamen we nog enkele bezoekers tegen. Ook zij hadden een mening over deze haven. Zeg mensen, waar komen jullie vandaan? Ik kom van Deinem. Hoe lang is dat rijden? Hoe lang is dat rijden? Dat is goed uur rijden. En wat vond u van deze Zingen in de Lente? Ja, het was geweldig. Het is altijd geweldig. Het is altijd mooi hier. Hoe komt u vaker? Ik kom hier al 15 jaar. Ik mis haast nooit hier. Dan gaan we naar de buurman. Waar komt u vandaan? Sloten, Friesland. Bekende plaats. Komt u er ook vaker? Ja, het kleinste van de Friese Elfsteden. Nee, ik ben hier vanavond voor de eerst. En hoe zijn uw bevindingen? Ja, mooi. Prachtig. U komt van de zomer zeker terug? Ja, zonder meer. Wat vond u het mooiste deze avond? Ja, dat samen zingen en alles was mooi. Die jongens van Kramer, heel mooi. Ja, geweldig, dat koor ook. Dat is allemaal. Heel mooi geslaagd. Dank u wel. Ook vroegen we vrouw Alice Wijs uit Sint-Jansklooster op het forum van opurk.nl, beter bekend als Zomerzon, haar mening over deze avond. Aan het eind van Zingen in de Lente lopen we even door de kerk. En we komen hier in de muziekwereld een bekend gezicht tegen. Vrouw Alice, waar kom je vandaan? Sint-Jansklooster. En wat vond jullie van deze Zingen in de Lente? Ik vond het afwisselend. Zangtechnisch vond ik het wel goed. Maar het is niet helemaal mijn smaak. Ik ben niet zo prezelig en niet zo evangeliseerd. Zij, voor herhaling vatbaar of zij doet mij maar de normale Zingen in de Zomer? Dan zou ik een mix doen. Als ik zou moeten kiezen, ga ik voor Zingen in de Zomer. De normale Zingen in de Zomer. Ja. We zien u graag voor deze zomer. Is prima. Ja.
Wie hebben we hier in beeld? Henk Pauw uit IJsselstein. IJsselstein? Ja. Hoe lang is dat rijden? Ongeveer een uur rijden. En dat heeft u veroverd voor deze avond? Dat heb ik veroverd. Want het zijn avonden, dat kun je gewoon meedragen. Dat is onbeschrijfelijk. Komt u vaker? Iedereen aangaan. Afgelopen zomer ben ik 5 keer geweest. En ik heb er echt volop van genoten. Wat was nou het moment vanavond dat u zegt, daar blijft me bij? Ja, elk lied, elk woord wat gesproken is, dat blijft je bij je hangen. Dat draag je mee. Dan zing je straks ook in de auto als je dus onderweg bent. U heeft de reis voorover? Ja, ik heb echt de reis ervoor. En u komt van de zomer terug? Ik kom zeker weer terug. Nou, ja, zeker. Tot van de zomer dan. Dank u. Kramer was met Lucas, Jaap en Jeanette goed vertegenwoordigd. We liepen Jeanette tegen het lijf en vroegen haar wat ze van haar debuut bij Zingen in de Lente vond. De kerk is alleen maar leeg. En we lopen Jeanette nog tegen het lijf. Hallo daar! Nou, hoe vond je vanavond? Ja, top. Echt. Aardig leuk. Hoe is dat een zus van Lucas en Jaap? Druk! Je wordt overal in de sleep en overal word je meer aan toenemen. Dus, Nou, dat klonk veelbelovend. Kunnen we nog meer van je verwachten in de toekomst? Misschien wel. Ben je van de zomer ook nog van de partij? Ik hoop het. Nou, we wachten het af. Ja? Oké, bedankt. Op hemel van dag is er een speciale kom-aan-boorddienst met dominee J.G. Mijnen uit Haarlem. Samenzang begint om 4:15. Het zingen in de zomer begint op 9 juli aanstaande. Maar binnenkort kunt u weer een nieuwe Zingen in de Zomersjournaal verwachten. Dus hou de site goed in de gaten. Tot ziens!